Kijk, hij staat nog niet in. Nee. Ja, gewoon dat hij iets minder plakkerig is. Denk ik dat dat voor die kinderen ook wel makkelijker werkt. Als dat je zo'n laag klei in je handen krijgt en dan kan je ook niet meer mooi werken. Zo gaan ze poep zeggen. En die is ook leuk, wel lekker vind ik. Of ze zeggen juist dat het stinkt. Ja, maar sommige klei kan wel iets meer stinken. Hè? Okay. Maar deze was helemaal droog ook voordat die nat werd gemaakt. Soms als hij uit de grond kwam en niet dit droogproces heeft gehad, ja, dan kan het een beetje stinken. Puyol chegou bonito, o goleiro saiu antes dele, Puyol de cabeça fácil colocou. We zijn bij het Nora Hatterman Instituut en we zitten dichtbij de stad. En deze locatie heet Forsylandia. En het wordt hier is een tekenschool waar we kinderen vanaf 6 jaar tot zoveel ouder weer bij opleiding gaan volgen. Creatief bezig zijn. En op speelse manier wordt tekenles op alle vakken, actoren gegeven. En ik heb een aantal docenten die de zaak begeleiden en zo. Dus dat geheel laat ik volledig aan jou over. Daarna ben je volledig vrij van hoe je hem eigenlijk gaat uitbeelden. We gaan op zijn minst 2 maandagen, dus vandaag en volgende week maandag, aandacht besteden aan dit onderdeel. Het gaat goed, je krijgt een prikker en dan mag je gaan tekenen. Ja, precies. Ja. Sommige kinderen willen niet voor maken. Ik kom aan de vorm. Neem je ook een vierkant. Je wil een vierkant? Met dikke benen. Dat gaat een beetje moeilijk worden. Dan moet je hem zo doen. Ja, dan moet je hem zo doen. Ga je mooi tekenen? Mooi dag. Ja, mag je handen af, hè? Oké. Dan hebben we ook nog een andere kleur waar je mee kan gaan versieren. En dan kan je het een stukje eraf halen. Dan maak je een rolletje. Of een rondje. En dan ga je dat hier, of dat in dat bloemetje, ga je dat een beetje ruw maken met een stokje. Dat is veel te groot. Dan gaan we het hier zo erin drukken. Ook, kan ook een beetje aan je vinger doen en dan kan je daar gewoon mee verven. Kijk, hier, als je over die lijntjes gaat, dan doe je het zo weer even opnieuw, het lijntje. Kijk, dan maak ik nog een stukje. Wil je nog een stukje? Ja hoor. Nou, zij had van die diepe taal. Ik kan niet, dat is goed. Het zit erin bij haar, ze heeft rolletjes gemaakt. Nee, dat kan wel. Ik ben klaar, ik ben klaar. Het gaat goed. Even ruwen. Bij Fantasie gaat het eigenlijk om 2 dingen. De eerste fantasie, dat is die normale fantasie. Daarin ben je dan vrij om te fantaseren. Je gedachten gaan echt uitbundig laten maken. Mensen met grote ogen, grote oren. Maar je hebt de andere vorm van fantasie, dat is die geleide fantasie. Die geleide fantasie is een fantasie die je leidt naar iets. Naar een gebeurtenis bijvoorbeeld. In dit geval is het dan de jaarafwisseling. Het is iets dat jij hebt meegemaakt. Je hebt hem gezien, hij is in je hoofd. En dat ga je nu eruit halen om verder uit te beelden. En hij is al heel goed bezig. Ja, vind ik ook. En kijk nog even heel goed naar je werkstuk. En dan zie je weer. En dan denk je, nou, is toch wel mooier als ik dat nog even doe. Maar is die ook helemaal klaar hoor. Staat je naam erop? Nee, een beetje dichterbij. Welk heb jij gemaakt? Een molen, hele mooie molen. Een hele mooie molen. Ah, die kleuren kan je ook mixen hoor. Heb je een meisje gemaakt? Dola? Ja.
Dit is stof. Wat is het? Een vleermuis. Vleermuis. En half maan, want die heeft toch al zich ervan. Vleermuis, die maan is Ben Kenny. Oh, echt niet. Met een klok. Ik had de auto gemaakt. De nieuwe auto van zijn moeder. Dat is een manga soort daar ook. Manga. Ja! 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 Met allemaal neer. Voetbal! Heb je van Blee? Ik ben een voetbalmonster. Ja, maar... Afgeven, voetbalmonster. Hey, hey! Nee, maak hem uit, zie ik hem op, papi, met me door. Ja. Voetbalmonster.